Op maandag 8 oktober 2012 kwamen meer dan 600 ondernemers bijeen in de Philharmonie te Haarlem om daar een avondje uitgebreid vreemd te gaan. Meer business, Netwerk 023, MKB Haarlem, Young MKB Haarlem en Netwerk BTB hadden de handen ineengeslagen om voor ondernemers een avond te organiseren waar men met elkaar in contact kon komen. De opkomst was enorm. In de volle foyer van de Philharmonie werd volop genetwerkt met nieuwe mogelijke opdrachtgevers. Ik kreeg een telefoontje, wil je graag vreemd presenteren? Dan gaan we lekker netwerken. Ik zeg, oh, noemen jullie dat zo tegenwoordig? Oudkeeper Hans van Breukelen had tijdens zijn lezing de zaal aan zijn lippen hangen. Zijn thema verbinding werd op een speelse manier gebracht en zette de aanwezigen aan tot een andere manier van denken. Met veel humor en praktijkvoorbeelden kwam de boodschap in ieder geval goed over. Na afloop van de lezing stroomde de foyer van de Philharmonie opnieuw vol met ondernemers die, geïnspireerd door de lezing van Hans van Breukelen, massaal aan het netwerken gingen met nieuwe potentiële contacten. De netwerkavond Ga eens vreemd is een daverend succes gebleken met een grote opkomst en veel mogelijkheden voor elke ondernemer, groot of klein.